zijn we bij agendapunt C2, het integraal huisvestingsplan, het IHP 2022-2038. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen en hebben een plan voor de komende 16 jaar opgesteld. Het integraal huisvestingsplan 2022-2023, het IHP. En het eerste IHP dateert van 2017 en is aan actualisatie toe. In januari 2022 hebben de schoolbesturen ingesproken bij de commissievergadering. En naar aanleiding van de inspraak nam de Raad op 28 januari een motie aan met de opdracht om een voorstel over het IHP aan te bieden. En met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan de motie. De doelstelling van dit nieuwe IHP is een realistisch toekomstperspectief te bieden voor de huisvesting van het onderwijs. Een IHP dat ruimte biedt voor daadwerkelijke realisatie van de projecten. En de Raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2038. Ik stel vast dat voor dit raadsvoorstel twee raadsinstrumenten zijn aangeboden. Twee amendementen. Ik begin met het amendement één keer in de 40 jaar krijg je een kans. Ingediend door de heer Zeilenmaker en ondersteund door de heer Mos van D66. Meneer Zeilenmaker, vanmorgen. Dank u wel, voorzitter. De titel eenmaal in de 40 jaar krijg je een kans, die komt voort uit het feit dat het IHP gaat over een periode van 40 jaar. Althans, de vernieuwbouw van een aantal scholen is in principe de bedoeling dat dat 40 jaar stand houdt. Nou, het eind zal ik in ieder geval niet meemaken, dus daar hoef ik me niet zoveel zorgen over te maken. Maar het begin, en dat staat ook in het amendement bij constaterende, dat we een afspraak hadden om integraliteit van werken, dat we belangrijk vinden, dat we clustering belangrijk vinden, et cetera, et cetera. En dat is wat wat wij als morgen missen in het IHP. Wij begrijpen ook dat we moeilijk, als het om die zaken gaat, commentaar kunnen leveren op alles wat er in het IHP staat. Want er zijn wel meer dingen, maar wellicht dat daar in de toekomst misschien nog kansen voor komen. Maar wij hebben ons toegespitst op twee scholen binnen de kern Medemblik. Die wat ons betreft een enorme verbetering zou zijn als die geclusterd zouden worden. Dus bij elkaar. Niet alleen dat twee scholen samen wellicht efficiënter kunnen werken omdat ze van elkaars ruimtes gebruik kunnen maken. Maar ook, en dat is voor ons ook een belangrijk punt, er in Medemblik op de basisscholen en iedereen die er wel eens langskomt, want dat kan heel makkelijk, want drie van de vier basisscholen die liggen aan één straat. Als je er langs loopt, dat je ook ziet dat daar segregatie, ik zou bijna zeggen, plaatsvindt, maar in ieder geval dat een kern is op die scholen dat heel duidelijk zichtbaar is. Wij zouden graag willen dat er een onderzoek ingesteld wordt om te kijken of die clustering wel mogelijk is. En ja, dat heeft, wat ik net al zei, heeft veel voordelen, niet alleen die scholen bij elkaar, maar ook de situatie, verkeerssituatie in die straat. Zou u willen afronden, meneer Zeilenmaker? Nou, nog heel even, als u het niet erg vindt. U heeft een minuut en die bent u al voorbij. Voor de verkeersveiligheid een hele verbetering zou zijn. Daar komt bij, en dat is pas ongeveer een week, bij mij in ieder geval pas een week bekend, dat er in de directe omgeving zich een enorme kans voordoet, doordat er heel veel ruimte wellicht vrijkomt op een, wat mij betreft, ideale plek waar die twee scholen samen zouden kunnen. Ik kan daar niet verder precies op ingaan. In principe weten alle fractievoorzitters in ieder geval waar ik het over heb. Ik heb zelfs een tekening hier, maar daar heb ik nog geen gelegenheid voor gehad om iedereen die te laten zien. Als men dat wil, dan zouden we misschien even moeten schorsen. Maar ik kan hier niet verder op ingaan, omdat de betrokken partijen mij verzocht hebben dit weg te houden bij de pers, letterlijk en figuurlijk. Meneer Zeilenmaker, ik ga u echt vragen om af te ronden. Want nog even over. U bent op 3 minuten aan het woord, u krijgt nog één zin. Wij stellen dus voor om het IHP wel vast te stellen, maar dan vervolgens een onderzoekje in te stellen naar de mogelijkheden. Ja, dus helder. Zoals genoemd. Ja, dank u wel. Meneer Mos van D66, u ondersteunt de motie en ik vraag aan u of u nog een nadere toelichting wil geven.
1 minuut. Ja, voorzitter. Dit is niet mijn eerste termijn, hè? Dit is voor de toelichting. Nee, oké. Ja, overeenkomstig het coalitieakkoord, voorzitter, zouden we deze periode kijken naar mogelijkheden voor koppelkansen en clustering bij maatschappelijke voorzieningen zoals scholen. En hoewel wij begrijpen dat het plan al grotendeels rond was dit voorjaar en van onze kant in dat opzicht ook geen enkel verwijt richting het college, zouden wij het concreet voor de stad Medemblik een gemiste kans vinden als we niet alsnog onderzoeken of de Jozefschool en de Meridiaan in de toekomst op dezelfde locatie zouden kunnen worden gehuisvest. Wat ons betreft bij voorkeur in nieuwbouw. Daar moet ruimte voor te vinden zijn. Parallel aan ons verzuilde onderwijs zien wij een tendens van segregatie, grofweg zwart en wit. Deze motie levert met voor deze scholen mogelijk een gezamenlijk gebouw en delen van voorzieningen een kleine bijdrage om die segregatie enigszins tegen te gaan. Misschien klein, maar we moeten ergens beginnen. Dank u wel. Meneer Mos, ik realiseer me dat... Vraag even de griffier. Moet het andere amendement ook eerst ingediend worden? Oh, dat is het. Ja. Oké, met excuus. Ik moet nog even aan uw orde wennen. Ik denk, doe het gewoon achter elkaar, maar dat... Ja, maar dat doen we straks nog een keer. En meneer Mos, ik gaf u het woord voor een toelichting, maar u was eigenlijk had u een eerste termijn moeten krijgen. Dus ik vraag ze direct nog een keer aan u. Meneer Droog, u heeft een amendement ingediend, vaststellen van het IAP. Zou u dat in 1 minuut kunnen toelichten? In 1 minuut, dat voor mij. Nou, we gaan het zien. Dank u wel, voorzitter. Dit amendement strekt tot het vaststellen van het IAP. De gemeenteraad heeft in dit land een belangrijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting. De gemeenteraad is namelijk het hoogste orgaan. Wij bepalen hoeveel geld er naar onderwijshuisvesting toe gaat. Wij hebben een gemeentelijke zorgplicht. Als gemeente hebben wij een zorgplicht, is verankerd in de wet. Het college voert uit. Het college gaat samen met schoolbesturen aan de slag over de onderwijshuisvesting, het wat, waar, wanneer, op welke manier en dergelijke. Dit is zo'n belangrijk stuk dat instemmen, dat zou suggereren, wij vinden het wel goed wat het college als groot beleidsplan heeft bedacht samen met de schoolbesturen. Nee, het is andersom. Wij stellen het vast en het college en de schoolbesturen die kunnen daarmee aan de slag. En het is wellicht symboolpolitiek, maar wel een enorm belangrijk symbool. En even in het kader van morgen, de bestuurskracht, lijkt me dat een prima voorstel. Dank u wel. Keurig, meneer Droog. Dank u wel. Voordat we naar de beraadslaging overgaan, zou ik over het amendement van de heer Droog als voorzitter van de Raad een voorstel willen doen. Kunt u alvast in overweging nemen, want we beginnen met het amendement één keer in de 40 jaar. De heer Droog stelt uiteindelijk voor om 1 woord in het besluit te vervangen, instemmen te vervangen door het woord vaststellen. Ik stel als voorzitter vast dat dat ook een betere term is voor het besluit wat hier ligt. En ik geef u een overweging om in te stemmen met dat amendement. En ik geef aan u de gelegenheid of u daar nog wel of geen beraadslaging over wil. Maar dat doen we zo direct, want we gaan eerst naar 1 keer in de 40 jaar krijg je een kans. En meneer Mos, uw eerste termijn, u heeft het woord. Dank u wel. Allereerst complimenten voor het IAP, nogmaals. Er is hard aan gewerkt, het is een prachtig plan. Maar wij hebben een amendement. De verzuiling van Nederland is grotendeels achter de rug. Zowat alleen in het onderwijs zijn we nog verdeeld in levensbeschouwelijke hokjes. Nou, daar gaan we als gemeente niet over en dit raadsvoorstel gaat er ook niet over. Maar parallel aan die indeling zien we iets anders en dat is segregatie al langere tijd. Scholen verschillen qua bevolking letterlijk nogal van kleur. Wat D66 betreft moet die scheiding niet verder doorzetten. In sommige landen is de situatie al veel verder doorgeschoten. Privaat onderwijs voor de beter gesitueerden en het openbaar onderwijs voor de overige kinderen. En daarmee loopt dat het risico mede het afvalputje te worden. In het VO in ons land is die scheiding al veel sterker aan de gang. Met de elite scholen waarvoor je een dikke portemonnee moet hebben. Waar men adverteert met kleine klassen die men kan instellen omdat hun doelgroep thuis toch al heel wat meekrijgt. En eventueel ook wordt ondersteund met door de goed gesitueerde ouders betaalde bijlessen. In Horen zien we zo'n school ook al heel dichtbij. Deze tendens willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Laten wij zorgen voor een basisonderwijs dat daar niet op vooruit loopt.
En daar ligt de koppeling met dit raadsvoorstel. Volgens het IHP zullen de komende halve eeuw in Medemblik op een paar meter afstand van elkaar nog steeds twee aparte scholen staan met een etiket waarvan velen nu al niet meer weten wat het inhoudt. En over een aantal jaren waarschijnlijk niemand meer. Als dat gepaard gaat met de genoemde verdere segregatie is dat een gemiste kans. Samenvoeging van locaties kan een kleine bijdrage leveren om dat tegen te gaan. Moet het niet overschatten, maar toch. Dus wij roepen alle partijen die gelijke kansen voor alle kinderen ter harte gaan en die toenemende segregatie en ook elitevorming willen tegengaan en die het openbaar onderwijs een goed hart toedragen op dit amendement van ons te steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de woordvoerders van fracties die nog indiener, nog ondersteuner zijn. Wie wenst het woord? Ik begin bij Hart voor Medemblik. De heer Wellijn. Ja, dank u wel. Bijna, hè? Staat in de begroting, heb ik gelezen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met de indieners. Je kan het één keer in de 40 jaar goed doen. Maar is dan de keuze die dan deze twee partijen hebben de goede keuze? Of is de keuze die het college wil de goede keuze? Daar gaan we vanavond een besluit over nemen. Wij weten het nog niet. Wij gaan heel even het debat afwachten. En we gaan even kijken hoe dit gaat. En aan het hand van het debat gaan wij onze keuze maken. Ik wil gelijk een vraag aan de heer Mos, want ja, die was als eerste. U geeft aan van ja, als je dan voor ons voorstel stemt, dan stem je eigenlijk voor gelijke kansen tegen elitevorming. En u gaf nog wat andere kwalificaties, maar ik heb er een vraag over van waar blijkt dat dan uit? Dus ik hoop dat u daar in de tweede termijn op kunt reageren. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Het CDA. Meneer Droog. Dank u wel, voorzitter. Allereerst heb ik een wel zeer cruciale vraag aan de indieners van het amendement. En dat is wat de schoolbesturen die het betreft vinden van uw plan. Dat is een duidelijke vraag. Dank u wel. Gemeentebelangen. Mevrouw Buwalda. Ook ik heb een vraag aan de indieners van het amendement. Ik wilde graag weten wat de uitslag was van de technische toets. Dank u wel. De VVD. Meneer Stam. Geen vraag, maar het is toch maar gewoon mijn eerste termijn. Want ik raakte een beetje in de war door dat meneer Bedroog alleen een vraag stelde. Ik denk, dan komt vast nog een Het is uw eerste termijn, meneer Stam. Ja. Het IHP vorige week uitgebreid besproken. Na jaren van stilstand en geen vooruitgang hebben we nu een plan dat voor ons ligt ter besluitvorming. Nou, complimenten hebben we toen ook al uitgedeeld aan de besturen die eigenlijk murrig gebeukt waren en geen vooruitgang zagen. Er was nu eindelijk overeenstemming en eigenlijk tot gisteren dachten wij dat dit er gemakkelijk doorheen zou komen. Nou, het amendement van het CDA dan toch ook kort, dat ondersteunen wij. Alhoewel het in de praktijk qua uitvoering iets toevoegt. Maar ik ben het eens met datgene wat meneer Droog heeft ingeleid bij het amendement. Akkoord dus. Waar het vanavond dus vooral om gaat is ja, het konijn uit de hoed van morgen. En misschien wel ook en ondersteuning door D66. En wellicht, zeg ik erbij, ook steun van de VVD. Op het laatste moment komt er toch een andere mogelijkheid om de hoek kijken. Terwijl er, dachten wij, al enorm veel opties zijn bekeken. Wat dat betreft in ieder geval complimenten voor de heer Zeilenmaker dat hij een ander standpunt inneemt binnen de coalitie. Ik kan u erbij zeggen, in de vorige periode werd dat de VVD niet altijd in dank afgenomen. Maar ik zou zeggen volhouden. Wij hadden er vertrouwen in dat het college samen met bestuur alle mogelijkheden heeft bekeken en onderzocht. Een basisschool in een voortgezet onderwijsschoolgebouw leek ons praktisch niet goed. Maar nu er toch wat andere vierkante meters eventueel vrij gaan komen, biedt dat de mogelijkheid om daar een basisschoolcluster te realiseren. Ik kan u ook vertellen, na uitvoerige discussie de afgelopen dag
binnen de fractie en ook de oppositie zijn wij er ook nog niet helemaal uit. Dus we hebben ook het... wat we wel in ieder geval vinden is dat er een zinsnede in staat... dat er een onderzoek moet komen tot haalbaarheid van de clustering van de Meridiaan en de Jozefschool uit te voeren. Nou, dat is in ieder geval wat de VVD betreft veel te vrijblijvend. Want als dat onderzoek er komt, moet dat wel een tijdslimiet hebben en een maximumtijd. Want je kan het in ieder geval de betrokken schoolbestuurder niet aandoen om nu nog weer eens uit te gaan van een uitstel van weer een 8-9 maanden tot een jaar. Dat is wat ons betreft dus uit den boze. En dan kan je natuurlijk, ik heb ook al kreten gehoord, onder stoom en kokend water moet het er nu maar snel doorheen. En we hebben er eigenlijk niks over te zeggen. Ja, eigenlijk ook nagelang de discussie. En ik denk na de eerste termijn zal er... toch maar eventjes een schorsing zijn om met elkaar te overleggen. Dat in de eerste termijn maar eventjes, voorzitter. Meneer Stam, ik stel vast dat u vraagt om een schorsing aan het eind van de eerste termijn. Ja. Dat ordevoorstel zal ik straks aan orde stellen. Ja. Even kijken hoor. De fractie morgen. Wie mag... Ja, u heeft het. Meneer Seilemaker, u krijgt aan het eind ook nog een keer het woord, hè? Dus dat... Ja. Het kan een lange avond worden, voor dit. Ja. Ik heb de stopwatch aan, meneer Seilemaker. Ik denk dat het goed is om even te reageren op wat ik al gehoord heb. Ik vind dit een beetje verwarrend, eerlijk gezegd. Maar wat de heer Mos gezegd heeft als eerste, daar ben ik het natuurlijk 100% mee eens. Meneer Seilemaker, nu denk ik dat toch, want u gaat reageren. Ik denk dat het handig is dat u dat helemaal aan het eind doet. Want dan is iedereen geweest, kunt u in één keer alles meenemen. Ja, maar ik hoef over dit amendement, heb ik al het een en ander gezegd. Daar hoef ik niet zoveel meer over te zeggen. Dat beoog ik ook met mijn interventie bij u. Dat we nu even het rondje afmaken, dat u daarna het woord krijgt. Dan kunt u gewoon een reactie geven. Ik zal hier nog één dingetje over zeggen. Want ik kreeg in eerste instantie niet zoveel tijd van u. Ik had graag meer tijd genomen. U kreeg meer dan een minuut. Ja. En de afspraak met elkaar is dat u een minuut krijgt. Misschien moet u dat voortaan zeggen. Want de ene keer wordt dat wel gehandhaafd in dit huis. En de andere keer wordt het niet gehandhaafd in het huis. Bij mij wordt het gehandhaafd. Misschien. Vanaf nu. Maar meneer Seilemaker, u krijgt nu even het woord. En dan maken we het rondje af. En dan kijk ik nog één keer naar u. Maar ik vraag u ook enigszins beknopt te blijven. Ik wil nog heel even benadrukken het gegeven dat er dus de laatste week allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Wat ons betreft die unieke kansen ontstaat. En dan reageer ik toch even op de heer Stam. Als we straks wellicht toch gaan schorsen, dan geeft mij dat wellicht de gelegenheid om daar aan degene die dat willen nog wat meer te vertellen. Dank u wel. De fractie van GroenLinks. De heer Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst over het IEP zelf. Daar kunnen wij in principe mee akkoord gaan. Het is een mooi voorstel. We zijn ook blij dat na lange vertraging eindelijk er een plan ligt. We hebben in de basisschool in Medemblik ook een duidelijke presentatie gehad over dit IEP. Er is ook echt van alle kanten water bij de wijn gedaan. Dat is ook echt wel heel duidelijk geworden daar op die avond. Dat de schoolbesturen, adviesbureau, wethouder, ambtenaren, die zijn echt met z'n allen bezig geweest om dit plan op te stellen. En het is ook duidelijk aan ons uitgelegd. Dank daarvoor. En daar is ook echt duidelijk geworden welke keuzes er ten grondslag lagen aan de keuzes die er gemaakt zijn. Daarbij willen we dus ook de noodzaak onderstrepen dat het eigenlijk ook niet nog verder vertraagd moet worden. Er zijn ook keuzes gemaakt waarom er niet is gekozen voor samenvoeging. En die hadden ook vooral te maken met de mogelijke vertraging die dat kan veroorzaken op het moment dat scholen toch worden samengevoegd. Vooral bij de scholen die als eerste aan de beurt zijn waar het nu in het amendement over gaat. Daarom hadden wij aanvankelijk ook wel wat twijfel bij het amendement, omdat we toch bang zijn dat het proces kan vertragen. Aan de andere kant kan er wat ons betreft ook gewoon begonnen worden met de voorbereiding van de uitvoering van het IAP en hoeft het niet te vertragen.
Op het moment dat er uit het onderzoek dat hier gevraagd wordt, blijkt dat er zonder vertraging samengevoegd kan worden. Er staat immers al een bepaalde tijd totdat de eerste scholen aan de beurt zijn. Als er uit dat onderzoek kan blijken dat er geen vertraging hoeft op te treden, dan zou dat wat ons betreft ook gewoon een goede uitkomst kunnen zijn. Als wij nu al weten dat op het moment dat er wordt samengevoegd we sowieso enorm gaan vertragen, dan zouden we zeggen, ga dat onderzoek ook niet doen, want dan heeft het niet zoveel zin. Maar wij zien, nou ja, gezien de omstandigheden die net al werden genoemd, waar we hier niet over kunnen uitweiden nog, zien wij wel in dat het ook snel kan gaan en dat het geen vertraging hoeft te geven. Daarom zouden wij dus wel voor kunnen stemmen. Maar dan zouden wij wel wat willen wijzigen in het amendement. Dat kunnen we misschien straks tijdens de schorsing ook doen. Maar ik wou het hier alvast al even aangeven. Aan het einde staat namelijk een zinsnede. Alsmede om nadrukkelijk de financiële voor- en nadelen van alle onderdelen mee te nemen. Als opdracht aan het college. Daar zouden wij dan graag aan willen toevoegen. Alsmede om nadrukkelijk de plannings- en financiële voor- en nadelen op alle onderdelen mee te nemen. Zodat als er een onderzoek gedaan wordt en wij krijgen over een paar maanden het resultaat van het onderzoek terug, dat wij dan ook weten of het wel of geen vertraging gaat geven. Als namelijk dan blijkt dat er geen of heel weinig vertraging komt, dan kunnen we daar ook een goede keuze in maken. Dus niet alleen de financiële, maar ook de plannings. Wat het voor de planning veroorzaakt. Dat is het enige wat ik even wilde toevoegen. Dus graag dat meenemen in het amendement. Verder akkoord met het voorstel. Dank u wel. En dan tot slot de fractie van de ChristenUnie. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter. We hebben, tenminste heel veel van ons, hebben de avond van het IAP bijgewoond. Waarop ook de besturen aanwezig zijn. We hebben heel lang op het IHP gewacht. Mede door de motie, of was het een amendement, maar de motie in ieder geval ondersteund door ons ook, zijn we in staat geweest om het IHP los te koppelen van de lange termijn agenda voor accommodaties. Ik denk, wat was die A ook alweer? En voorzitter, en nou ligt het gelukkig voor ons. En wij zullen ook gewoon dit plan mee instemmen. En dan ligt er dan nu dus een amendement. Er is al een vraag gesteld door de heer Droog. En dat vind ik een van de belangrijkste vragen. Want hij is ook, is het IHP nu wel onder druk voor ons gelegd? En het is goed, want dat moeten we gewoon een stap in maken. Dat moet gewoon eruit zijn. Maar het is ook zo dat wij moeten kijken hoe die besturen komen. En ik heb één punt. En dat gaat toch wel, dat en het accent werd door de heer Mos heel groot gelegd. Terwijl ik dit gelezen heb om een clustering, om te kijken naar praktische mogelijkheden om schoolgebouwen te clusteren. En ik lees toch wel heel veel, en ik hoor heel veel in de woorden van de heer Mos, segregatie steeds maar voorkomen. En daar krijg ik een iets ander gevoel bij dit amendement. En dan denk ik, oh, wacht even. En als dit een belangrijke stap is, dan denk ik, wat zijn dan de andere stappen die nog genomen gaan worden om in heel Medemblik segregatie tegen te gaan. En dan ga ik iets vriendelijker naar dit amendement kijken. Voor mij is het belangrijk dat de clustering gaat over praktische gebouwen, over setting, gebruik van accommodaties in de buurt, waardoor je een logische verbinding krijgt met scholen. Het gaat mij niet dit amendement, en ik wil de indiener echt vragen om hier serieus over na te denken, om dit zo te zetten. Het gaat hier mij niet om het belangrijke stap om segregatie tegen te gaan. En dat vind ik een beetje jammer dat in het amendement staat. Het is een heel ander accent van hoe het bedoeld is. Dat vind ik tenminste. Daar kan ik zoveel beelden bij krijgen dat ik denk, oeps, wat gaan we nu doen? Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Meneer Zeilenmaker, u even als indiener. Voorzitter, ik heb zojuist een fout gemaakt. Oh. En ik hoop op enige coulance. Ik had een eerste termijn, ik heb een vraag gesteld en daarna de microfoon uitgezet. En dus mijn eerste termijn weggegooid. Nou kunnen we dat heel strikt gaan hanteren. En dan leg ik me daar uiteraard bij neer. Maar ik hoop dat u mij toestaat. Dat red ik toch nooit. Nee, ik zal enige coulance met u betrachten, meneer Droog. U heeft het woord. Voorzitter. Ja. Dan vraag ik ook die coulance, want ik ben... Ja, u heeft hetzelfde gedaan. U heeft alleen maar een vraag gesteld. Ja, dat is waar. We maken het rondje even netjes af. Het is een belangrijk onderwerp.
Meneer Droog, daarna mevrouw Buwalda en daarna krijgt de heer Zeilenmaker als laatste als indiener het woord. En dan nog het college en dan schorsen we eventjes. Meneer Droog. Fijn, dank u wel, voorzitter. Eens in de 40 jaar, ja dat klopt. We gaan inderdaad schoolgebouwen, die bouwen we voor 40 jaar of we vernieuwbouwen ze voor 40 jaar. Nou, ik gok erop dat ik het einde van die Jozefschool nog wel meemaak. Meneer Zeilenmaker, een beetje geluk en wat vitaminepillen. Hé? Jawel, laten we positief blijven. Nee, dat is goed. Ik recht me even tot de VVD. Want dat is een partij, die ken ik, die let op de centen. En dat waardeer ik. Ik bedoel, in het verleden heb ik zelfs een keer op Rutte gestemd. Want ik heb het idee dat hij goed op de centen let. Alleen, die centen, even helemaal los van die inhoud van het amendement, hè. Ik heb een complete rekensom gemaakt. En ik begrijp dat ze straks gaan schorsen. Dan ga ik hem u uit een treuren vertellen. Dus ik zal u verrassen. Ik ga alleen de samenvatting even vertellen. Maar als ik alles meeweeg, sloop, bouwrijp maken, woonrijp maken, nieuwbouw versus vernieuwbouw, alles erop en eraan, tijdelijk huisvesting wel, niet minder, dan gaat dit gewoon 2,5 miljoen euro aan extra investering kosten. Wat neerkomt op 100.000 euro kapitaallasten structureel per jaar. Dat wil ik toch wel even meegeven. Dat is één ding. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan hebben we geen tijdelijke huisvesting nodig. En het IAP vertraagt niet. Het IAP vertraagt wel. Want we gaan natuurlijk niet met de Maria Bernadette beginnen. Als dit onderzoek er komt. Want de Maria Bernadette, die wil de vernieuwbouw. Die zullen in tijdelijke huisvesting moeten. Dan gaan we dit onderzoek doen. Om de een of andere reden, hypothetisch, komt eruit dat het mogelijk is. Dus wat gebeurt er dan? We hebben daar een lege Jozefschool staan en een lege Meridiaan. En we hebben voor 1,5 miljoen Buco gevraagd om een noodgebouw op het Stadmanterrein neer te zetten. Dus dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus dit vertraagt. Natuurlijk vertraagt dit. De Maria Bernadette gaat niet beginnen met de vernieuwbouw. Dat zou namelijk kapitaalvernietiging zijn als die uitkomst positief zou zijn. Dus dat is wel even punt 1 wat ik daarin in meegeef. Dan heel kort over die muiter die ik toch nog in dat amendement heb zien staan. 650 vierkante meter op de tweede verdieping van een MFC. Vervolgens een VO-school die zegt 4 lokalen leeg te hebben, terwijl inmiddels 4 leerkrachten die ik gesproken heb daar zeggen, nou, wij weten niet welke lokalen dat zijn, want het zit hier propvol. Stel dat je ze meerekent, 400 vierkante meter. Dan hebben we 1000 vierkante meter. 2 scholen, 2600 vierkante meter. We missen 1600 vierkante meter. Het past gewoon niet. Echt, het past niet. Daar heb ik geen onderzoek voor nodig van 35.000 euro. Ik kan het u zo geven, het past niet. Schoolplein, 1500 vierkante meter. Waar? De parkeerplaats? Daarnaast, op de straat? Op de plek van de oude Jozefschool? Nee, want die gaan we bestemmen voor woningbouw. Dus onzin. Die muiter is echt onzin. Dan de tijd. Dit onderzoek, dat onderzoek zal een maand of 6 duren. Er moeten wel een hoop partijen worden betrokken. Dat vind ik dan wel weer een beetje. Dat in de praktijk leidt dat wel weer tot vertraging in zo'n onderzoek. Maar dan hebben we dat onderzoek gehad. Dan gaan we terug naar de gemeenteraad, naar het college. Dan moeten wij een besluit gaan nemen omdat we toch 2,5 miljoen extra gaan uitgeven in plaats van wat nu voor ligt. Gaan we het daarover hebben. Dan komt er een bestemmingsplan wat misschien gewijzigd moet worden. Dan kunnen pas die scholen gaan nadenken over een programma van eisen en een ontwerp. Met een beetje pech allemaal tegen hun eigen wil in. Dat is nog het ergste ervan. En dan moet er nog worden gerealiseerd. Oftewel mensen, een kind dat afgelopen schooljaar nog een kleuter was in groep 1-2 van de Meridiaan of van de Jodenschool, die gaat hier geen klap aan hebben. En ja, dan toch nog even, en ik twijfel eraan hoe ik dat verwoord. Ja, ik ga afronden. Ja, dank u. Ik twijfel eraan hoe ik dat verwoord, want ja, nieuwe informatie. Ik denk dat ik wel weet waar meneer Zeilenmaker op doelt, op elke plek. En als ik het goed heb, dan hebben wij een vertrouwelijk onderzoek gehad. En
Ja, ik heb de indruk dat we het over dezelfde plek hebben. Dus ja, zo nieuw lijkt mij die informatie niet. Maar dat is straks in de schorsing kunnen we daar misschien uitgebreid over hebben. En dan ga ik inderdaad ook, ja, segregatie, hè? Witte en zwarte scholen. Als je langs die meridiaan loopt, ja, dan ziet het zwart. Ja, natuurlijk. Daar zit de regionale nieuwkomersklas. Die kinderen komen uit Syrië en Eritrea. Die komen daar. Dus ja, het ziet daar wat zwarter inderdaad dan op een andere school. En ik vind het ook wel grote woorden, hoor. De elitevorming. Nou, de Jozefschool is met alle respect is geen eliteschool in Medemblik, hoor. Ik denk dat we in Medemblik niet echt elitescholen hebben. Dus in die zin, en het belangrijkste vergeet ik, laten we ook een betrouwbare overheid zijn. Schoolbesturen moeten ergens vanuit kunnen gaan. Niet op het laatste moment zand in de machine gooien. Dit is duurder, het vertraagt en het is ook nog maar zeer de vraag of het probleem oplost. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Mevrouw Bewalda van Gemeenteplan. Even kijken, ik hoop dat ik erbij kom. Dit wordt niet een never-ending story. Er is veel water door de Rijn gegaan en toch is het college en het schoolbestuur tot een deugdelijk IAP gekomen waar wij als gemeentebelangen achter kunnen staan. Alles in het belang van onze schoolgaande kinderen en niet te vergeten het personeel van de scholen. Zij verdienen een goed gebouw met een goed schoolklimaat. We kunnen aan de slag. Toch moeten we ook onthouden dat deze verplichting langdurig is en dat wij rekening moeten houden met de financiële consequenties die dit met zich meebrengt. Daar zullen wij als raad de middelen voor moeten veiligstellen. De jeugd heeft de toekomst en wij leggen met het vaststellen van het IAP een mooie basis. Ondanks het goede college wat wij net hebben gehad van de heer Droog, zou ik toch graag aan de voorzitter willen vragen om, voordat de schorsing een feit is, om eerst een reactie van de wethouder te krijgen. Dat zou ik graag mee willen afsluiten. Dat stelde ik ook net al voor in het rondje wat ik net noemde, maar eerst krijgt hij Zeilmaker nog het woord om te reageren op de indieners en de vragen. Daarna de wethouder en daarna gaan we schorsen. Dank u wel, voorzitter. Ik was al enigszins bij de heer Mors begonnen. Die gaf complimenten. Hij had het over de verzuiling, segregatie. Staan wij volledig achter. Dat zal u niet verbazen. Meneer Berlijn was het daar helemaal met ons eens. Dus daar kan ik ook weinig tegenin brengen. Jammer dat hij nog geen standpunt heeft ingenomen. De heer Droog. Allereerst de vraag, wat vindt de schoolbestuur hiervan? Dat weet ik niet. Maar het voorstel ligt aan ons voor. Het gaat erom wat wij ermee doen en wat wij erover gaan zeggen. De heer Droog, wat hij als een van de laatste dingen zei, dat hij de segregatie ontkent bij de Medemblikse basisscholen. Ja, dan geeft hij tegelijkertijd aan dat wat in het IAP staat blijkbaar niet waar is. Want daar wordt het met name genoemd. Het financiële plaatje plus 2,5 miljoen, nou, dat weet ik niet hoe je daarbij komt. Vervolgens heeft hij het over de Muiter. Nou, als u het amendement goed leest, dan wordt de Muiter niet meer genoemd als plaats waarin er mogelijkheden zouden zijn, maar alleen maar in de omgeving van de dijk in de Muiter. Want dat in de Muiter, dat heb ik losgelaten vanwege ook deze nieuwe ontwikkelingen. Dan kom ik op het aantal vierkante meters. Hij maakte een mooie berekening, 2600 vierkante meter, die dan beschikbaar zijn tekort. Het plan waar ik het over heb, of de ruimte die mogelijk beschikbaar komt, dan praten we over 5500 vierkante meter. Dus dat zou in uw eigen berekening zou ruim voldoende zijn. Dus ik denk wat dat er gaat, dat we elkaar nog prima zouden kunnen vinden. Mevrouw Buwalda, u had een vraag over de ambtelijke toets. Nou, die was ongeveer in de woorden van wat meneer Droog erover gezegd heeft. Die ambtelijke toets was negatief omdat het in de tijdslijn problemen zou opleveren. En dan gaat het, dat is mijn vertaling van wat er gezegd is, gaat het dus inderdaad om die tijdelijke huisvesting. Bent u positief over het IAP zelf en gaat u niet mee in het amendement? U heeft daar argumenten voor en dan heb ik het even tegelijkertijd over mevrouw Buwalda en over meneer Droog.
En waar ik me over verbaas dat zij allebei niet noemen dat het IAP, wat wij dus bovenaan bij constaterende hebben staan, dat het dus niet voldoet aan de afspraken die wij met elkaar samen, ook u mevrouw Buwalde, ook u meneer Droog, samen met elkaar gemaakt hebben in de coalitie. En dat verbaast mij. De heer Stam, nou, dank voor de complimenten in ieder geval. Hij heeft het over een maximale tijdslimiet. Nou, dat lijkt mij een goed plan. En wellicht kunnen we daar iets over afspreken. Misschien kan een wethouder daar iets over zeggen wat in hoeveel tijd een onderzoek zou kunnen plaatsvinden. Ik denk zelf aan 3 à 4 maanden. De heer Huisman, die heeft het over het haast en dat deze school als eerste op de lijst zouden staan. Later had hij het wel weer over de Maria Bernadette. Was me niet helemaal duidelijk, maar het is dus inderdaad, is de Maria Bernadette is als eerste aan de beurt. En het duurt nog wel eventjes voor de Meridiaan en de Jozefschool. Dus het lijkt ons niet zo'n probleem. Mevrouw Visser, die gaat in op de segregatie. En richt zich met name op de heer Mors. Maar uiteraard hebben wij dit samen gedaan. En dat woord segregatie staat ook duidelijk erin. Wat ik daaraan kan toevoegen, dat dit de samenvoeging van scholen of samen in één gebouw scholen, dat kan bijdragen om segregatie tegen te gaan. Maar dat is voor ons als morgen niet voldoende. Wij zullen volgende week dat aankondigen bij de begrotingsraad, dat we met een motie komen om een project, een soort samen naar school idee op te gaan zetten om segregatie ook te gaan bestrijden. Ja, voorzitter, dat was mijn reactie richting de andere partijen. Dank u wel. Dank u wel. Voordat ik de voorzitter het woord geef, ik realiseer me dat ik daar ook niet zo heel helder over was bij de introductie, maar ik constateer, en als het niet zo is moet u het even zeggen, dat u mijn suggestie heeft overgenomen om verder niet te beraadslagen over amendement B. Van het CDA. Vanuit de veronderstelling dat ik in ieder geval heb aangegeven dat het een goede wijziging is. En dat we daar straks gewoon over kunnen stemmen. Ja? Dan is het woord aan de wethouder. Meneer Ginghuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, de helft van mijn betoog kan ik ongeveer weggooien, want dat is al door meneer Droog zo ongeveer gedaan als kenniskundige. Maar voor jullie staat wel een wethouder die eigenlijk trots is. En trots is eigenlijk op het proces wat we gelopen hebben. Het proces wat we samen hebben gelopen met de scholen en met de organisatie. We hebben natuurlijk na de motie die in januari is aangenomen, zijn we aan de slag gegaan. En die motie hebben we dus eigenlijk verder uitgewerkt. En waar ik ook heel gelukkig mee was, is eigenlijk de bereidwilligheid van de scholen. Want die scholen hebben ontzettend goed meegedacht in het hele traject. Want wat hebben ze namelijk gedaan? Zij hebben gewoon op dit moment 2 scholen opgeofferd om dit realistisch en betaalbaar mogelijk te maken. En dat wil ik niet onbenoemd laten, want dat is echt wel een belangrijk stuk in het hele dossier. Wij willen als college samen met de schoolbesturen aan de slag. En dat kan wat ons betreft met dit IAP wat hier nu voor ons ligt. Het amendement wat nu voor ons ligt, kan ons 2 keer tijd kosten. Tijd voor het onderzoek, maar dat valt op zich nog wel mee. Dat zal ongeveer 3 tot 6 maanden max duren. Er werd naar gevraagd en we denken dat dat ongeveer het tijdsbeslag is. Alleen, je laat geen onderzoek doen om vervolgens te kunnen zeggen van nou college, hartstikke goed gedaan, applaus en we gaan verder. Je doet het, juist dat onderzoek wil je graag hebben om echt iets te veranderen in dit geheel. En dat is namelijk 2 scholen clusteren op die nieuwe locatie. En ja, er is een kansrijke locatie. En die kansrijke locatie, die is bij jullie bekend. Die stond ook in het vertrouwelijke of in het rapport wat achter het slotje stond. Alleen, op het moment dat we daar naartoe gaan verhuizen en we gaan daar ontwikkelen, dat betekent dus het tweede gedeelte van de vertraging. Want dat betekent dat er een herontwikkeling moet komen van het hele terrein waar het om gaat. En dat betekent
Nou, en zo is het ook al in de informatienota in 2020 al verkondigd. Dat betekent een vertraging van circa 5 jaar minimaal. En we moeten hier ook niet bij vergeten dat er ook nog een bestemmingsplanprocedure gestart moet gaan worden. Verder ben ik er eigenlijk wel van overtuigd dat het duurder gaat worden. Dat heb ik ook vanuit de ambtelijke organisatie gehoord. De bedragen die meneer Droog noemt, die kan ik niet verifiëren. Die laat ik ook aan hem. Maar dat het aanzienlijk duurder gaat worden, dat geloof ik ook wel. Want we hebben wat dingen te verplaatsen. We hebben ook nog infrastructuur qua wegen hebben we te verplaatsen. Want we moeten een kies en rijt moeten we gaan werken. Dat ligt er op dit moment allemaal nog niet. En ja, daar staat tegenover dat we wellicht inkomsten hebben uit de verkoop van de schoolgebouwen. En we hebben wellicht minder kosten kwijt aan de tijdelijke huisvesting. Alleen dat minder, en meneer Droog die gaf het net al aan, dat weten we ook niet hoe relatief dat is. Want op het moment dat we hiermee verder willen gaan, dan betekent het ook dat we eigenlijk niet aan de slag kunnen met de Maria Bernadette. Want de Maria Bernadette, daar zijn we ook van afhankelijk van tijdelijke huisvesting. En die tijdelijke huisvesting, die willen we ook echt doen als we dat zeker weten. En we gaan nu een onderzoek doen waar wellicht uit kan komen dat we tijdelijke huisvesting helemaal niet nodig hebben. Dus moeten we ook wachten met de Maria Bernadette. Verder wordt in het amendement ook ingegaan op het segregatiestuk. En dat erkennen wij. Wij erkennen ook inderdaad dat segregatievraagstuk. Dat hebben wij ook gezien. Alleen het college is er niet van overtuigd dat je dat doet met het samenvoegen van gebouwen. En waarom niet? Je hebt 2 ingangen, 2 schoolpleinen, verschillende begin- en eindtijden. Het segregatiestuk lossen we daar niet mee op. Wel kunnen we de besturen daarbij helpen om een segregatievraagstuk aan te gaan. En meneer Zuilenmaker gaf eigenlijk net al een schot voor de boeg. En ik zie die motie ook, of het college ziet die motie graag tegemoet, want ik denk dat daar ook veel meer kansen in liggen. Meer kansen dan voor wat betreft het samenvoegen van scholen. En net hoorde ik nog iets over de tijdelijke huisvesting dat op het Stadmanterrein zou. Dat wil ik graag corrigeren. Het is op het terrein van FC Medemblik. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik stel voor dat we gaan schorsen, meneer Huisman. Meneer Huisman. Ja? Ik zoek nog een beetje naar de orde die u gewend bent, zou ik maar zeggen. Is dat, maar blijkbaar is het. U wilt de vraag stellen. Ik had een vraag aan de wethouder, ja. Als het mag, inderdaad. Ja. Ik wist niet of dat mocht nu of niet. Ja. Meneer Huisman. Het is een beetje lastig natuurlijk om te praten over een stuk achter een slotje waar we het niet over de inhoud kunnen hebben. Maar u noemde het net al zelf al even op. Het zal niet heel duidelijk zijn voor de buitenwacht, maar het is even een vraag aan u. Er zijn verschillende redenen genoemd waarom bepaalde locaties wel en niet zouden kunnen. De genoemde locatie zou vertraging opleveren en daarom een slechte keuze. En u noemde het net zelf al, 5 jaar vertraging vanwege alles wat er eerst nog moet gebeuren. Nou heb ik begrepen dat de locatie waar het om gaat, dat daar nieuwe ontwikkelingen zijn en dat dat veel sneller dan die 5 jaar zou kunnen, omdat er al ontwikkelingen zijn op dit moment. Ik vroeg me daarom af, als u dat meeneemt, of het zo kan zijn dat die 5 jaar misschien wel veel korter zal zijn en daarmee dus die vertraging een stuk minder zou kunnen zijn. Ja, helder. Mijn inschatting is dat het niet zal zijn, dat het niet minder zal zijn. Helder. Dan stel ik vast dat we de eerste termijn afronden. Mag ik nog een vraag stellen voor u? Op de valreep, meneer Zeilenmaker. Nou, u heeft net al gezegd dat u heel soepel bent vanavond. Dus dat, daar houd ik u aan. Dus na de schorsing is dat voorbij. Het ging net even over tijdelijke huisvesting. Met name ook van de Maria Bernadette. Begrijp ik goed dat het de bedoeling is die tijdelijke huisvesting in zijn totaliteit bij FC Medemblik onder te brengen. Dus dat de leerlingen van de Maria Bernadette ook allemaal naar het terrein van FC Medemblik zouden moeten. Is dat niet heel erg onlogisch? Wethouder. Dat hebben we echt uitvoerig bekeken waar dat de logische plek is. En op het moment dat we dat ergens anders zouden gaan doen, dan zouden we dus gaan slepen met tijdelijke huisvesting wat nog duurder gaat worden. Er is echt bewust voor gekozen om dit op deze locatie te doen, zodat we het ook het gehele traject kunnen laten staan. Oké, helder.
Dan rond ik de eerste termijn af. Er is een verzoek om te schorsen. Daar is volgens mij draagvlak voor als ik om me heen kijk. Meneer Stam, hoe lang? 10 minuten? Het was uw verzoek. Uw microfoon staat uit. Volgens mij een kwartier. Een kwartier. De vergadering is geschorst voor een kwartier. We komen om 9:50 weer bij elkaar. Dames en heren, ik verzoek u om uw plaats weer in te nemen. Dan kunnen we verder met de vergadering. Mevrouw Visser, mevrouw Zelders. Meneer Meester. De VVD-fractie, bent u klaar? Nee, ik heropen eerst de vergadering, maar ik keek naar uw collega's. Ja. Ik heropen de vergadering. Meneer Stam, u heeft het woord. U heeft een schorsing aangevraagd. Wij hebben de schorsing aangevraagd, ja. En ik moet zeggen, dat was toch wel weer een verhelderende bijeenkomst, om het zo maar te zeggen. Het maakt het geheel er niet makkelijker op. We hebben het in de eerste termijn ook gehad over de segregatie. Nou, wat dat betreft zijn wij het als fractie ook helemaal eens met de wethouder die daarover heeft gezegd. Dat los je niet op door samenvoeging. Want samenvoeging wil niets anders zeggen dan een gebouw waarin twee of meer scholen in gehuisvest zijn. En in de praktijk gaat het eigenlijk meer om scholen die zich in één gebouw bevinden dan samenwerking onderling. Nou, dat heb ik in de jaren mijn werkzame leven genoeg mogen ervaren, want zoveel samenwerking was er niet. We zaten gewoon in hetzelfde gebouw. Het onderzoek, daar hebben we het net ook al uitgebreid over gesproken, en de voor- en de nadelen. En ik moet zeggen dat wij als VVD daarin toch heel moeilijk. Jammer dat we nog niet daar met elkaar over kunnen bomen, om het zo maar te zeggen. Want het kan zelfs zo zijn dat we misschien wel verdeeld gaan stemmen. Mag ik concluderen dat dit meteen uw tweede termijn is? Sorry? Is dit meteen uw tweede termijn? Ja, nou, dit was zo naar aanleiding van de schorsing. Ja, ik kan het, straks wel de ga ik namelijk mening geven. Het rijtje af. Ja. Of vraag ik aan de andere fracties of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat doe ik dan op alfabetische volgorde van. Ja, op alfabetische volgorde. Begin ik bij het CDA. Meneer Droog. Dank u wel, voorzitter. In mijn tweede termijn zal ik in ieder geval even reageren op het antwoord van meneer Zeilenmaker van zojuist. Meneer Zeilenmaker die gaf aan, meneer Droog die lijkt de segregatie te ontkennen. Dat is niet het geval, dat wil ik even rechtzetten als dat zo overgekomen is. Wat ik wel opvallend vind is in het IAP, kijk, strikt genomen kan ik dan heel flauw zeggen, in het IAP staat segregatie niet genoemd. Dat staat namelijk in een van de factsheets, staat het woordje segregatie 1 keer, inderdaad. En dat staat bij het Koggeschip. Dat klopt, want het Koggeschip heeft daar best wel veel ervaring mee met veel kinderen van met name Turkse afkomst. En zij hebben gezegd, wij zien segregatie qua leerlingenstromen. Het Koggeschip, hè, let wel. Dit gaat over de Jozefschool in de Meridiaan. Dus dat is wel één punt. En daarnaast, dat moet ik er wel bij zeggen. Morgen in het CDA, meneer Zeilenmaker en ik, zijn het misschien niet helemaal eens over dit stuk. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ik volledig en voor de volle 100% overtuigd ben van de goede bedoelingen en de goede eigenschappen van meneer Zeilenmaker als het gaat om de manier waarop hij zich druk maakt over het samengaan van kinderen van verschillende culturen in dit land en met name in de stad Medemblik. Dus mocht morgen op de een of andere manier gaan komen met een motie over een project in zaken segregatie, dan gaan wij als CDA en
desnoods ik persoonlijk daar volmondig in mee. En we werken daar heel erg graag aan mee. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dan de verbazing over het coalitieakkoord. Ja, in het coalitieakkoord daar staat daar waar mogelijk zien wij koppelkansen en clustering. Ja, daar waar mogelijk. Er is een onderzoek geweest dat heeft geconcludeerd dat is daar niet mogelijk. Dus ja, zo raar is het nou ook weer niet. En ik wil wel even afsluiten met toch nog een artikeltje uit de wet primair onderwijs. Want wij hebben in dit land nu eenmaal heel veel... we hebben gewoon heel veel zeggenschap, ook bij schoolbesturen. Nou, vandaar ook mijn vraag, wat vinden de schoolbesturen hiervan? Want wij waren net met elkaar een beetje allemaal amateurherontwikkelaar aan het spelen. Van als we nou hier dit doen en daar dat en dan kan dit zo en dan kan dit daar. Het is allemaal heel leuk en aardig. Maar wij praten over twee schoolbesturen en straks twee schooldirecteuren die met elkaar een organisatie moeten gaan vormen. En ja, die kunnen ze wel met elkaar speellokaal en elkaars dit en elkaars dat. Maar zo gaat het niet in dit land. In de wet staat zelfs, als de schoolbestuur geen bouwheer is, oftewel die gaat zelf over zijn eigen ontwerp en dergelijke, maar als de gemeente dat is, en dat is doorgaans het geval als je een samengevoegd gebouw gaat neerzetten, dan wordt het gebouw pas neergezet als de schoolbesturen het eens zijn A met het bouwplan en B met de wijze van uitvoering. Staat in de wet. Dus dat geeft, ik zeg dat niet als een soort dooddoener, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het wel is voor schoolbesturen om ook zelf invloed te kunnen hebben op hun gebouw en de wijze waarop zij zich in dat gebouw manifesteren. En het zou echt een misvatting zijn, en het zou, nou, een misvatting, laat ik het daarbij houden, als wij als gemeenteraad het ons denken te kunnen veroorloven om op die manier over de rug van schoolbesturen te gaan bepalen op welke manier zij hun schoolorganisatie moeten inrichten. Daar wilde ik het even bij laten. Dank u wel. Mevrouw Visser van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, na zo'n vurige pleidooi heb ik niet heel veel toe te voegen. Wij hebben in de schorsing het een en ander met elkaar doorgenomen. En daarbij kwam ik wel een beetje tot de overtuiging van stel dat wij die 35.000 gaan vrijmaken voor een onderzoek, speelt bij mij nog altijd wel de vraag, ja, en dan? De wethouder heeft ook sterke woorden gebruikt wat daarvan de consequentie kan zijn als het anders uitpakt als dat in het IHP is. En ik heb ook, en dat ga ik met de heer Droop mee, ik heb die avond een bestuur gezien die zeer gepassioneerd en enorm met passie ons de overtuiging gaf dat dit een heel mooi plan was. En soms denk ik dat de schoolbesturen hier het hardst aan gewerkt hebben zelfs om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk dat dat beloond moet worden ook. Want dat onderzoek is wel, als je kijkt van wat de plannen zijn en we hebben net op de plattegrond, haal je wel ontzettend veel overhoop. En daar beginnen we misschien weer met een heel groot gedeelte overnieuw. Voorzitter, het IHP verdient geen schoonheidsprijs. Dat mag de vorige coalitie zich echt aantrekken wat er toen allemaal gebeurd is en hoe vaak dat uitgesteld is. Voorzitter, misschien dat ik nog even de discussie afwacht, maar ik begin toch de neiging te hebben om niet met dit amendement mee te gaan en het IHP ongeamendeerd vast te stellen en aan de slag te gaan voor de scholen met de passie van de schoolbesturen zoals die er op dit moment in staan. Dank u wel, mevrouw Visser. Meneer Mos van D66. Ja, voorzitter, er is al een heleboel gereageerd door de heer Zeilenmaker, want die heeft inmiddels al diverse termijnen gehad. Dus ik heb niet zo heel veel meer toe te voegen. Nog een paar dingen. Diverse sprekers vragen naar het verband dat ik heb gelegd tussen segregatie en de gebouwelijke situatie. Dat is natuurlijk nooit één op één. Je kunt niet zeggen, zet ze bij elkaar in een lokaal of in een gebouw en dan is de segregatie van eens en altijd opgelost. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat hebben wij ook zeker niet bedoeld. Maar samen op een locatie waar je elkaar tegenkomt, ook als je gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen hebt, dat levert toch een bijdrage. Net als dat je gemengde woonbuurten hebt versus zeg maar woonbuurten waar iedereen gescheiden zit. Maar dan moet je het wel organiseren. Natuurlijk niet één gebouw met alleen maar twee ingangen en alles apart houden. Ja, dan kan je het net zo goed niet doen. Dan kom je elkaar alleen maar bij het halen en brengen tegen. Dat is ook wat mager. Maar zo heb ik dat bedoeld. Mevrouw Visser heeft volgens mij nog gevraagd, er is nog niet op gereageerd, van hoe zit dat dan in de andere kernen? Ja, ik denk dat
de situatie in de andere grote kernen heel verschillend is. In Wochnum is natuurlijk een aantal jaren geleden al iets groots gebeurd wat dat betreft. En Andijk zal ook wel weer anders liggen. Maar en in de kleine kernen, daar is over het algemeen maar één school, dus daar speelt dat niet. Ik was overigens blij dat ik in een dorp woonde waar één school was, waar iedereen gezamenlijk naartoe ging, maar dit terzijde. Dan nog een kleine opmerking richting de heer Droog. Die heeft heel veel gezegd, maar in mijn richting heeft hij nog zo ongeveer gezegd dat ik de Jozefschool een elite school zou hebben genoemd. Dat heb ik zeker niet gezegd. Segregatie draagt bij een elite voor. Meneer Droog. Dank u wel, voorzitter. Nee, dat heb ik niet gezegd door meneer Mors. Ik heb gezegd dat u de Jozefschool in verband bracht met elitevorming. In dezelfde zin had u het over elitevorming en de Jozefschool. Maar dat is iets anders dan dat de Jozefschool een elite-school heeft genoemd. Dat is niet het geval geweest, inderdaad. Klopt. Meneer Mors. Ik had het zo gehoord, maar goed, dat is dan aanvaard dat het zo bedoeld is in ieder geval. Dank u wel. Dan ga ik naar gemeentebelangen, mevrouw Buwalda. Ja, ook wij hebben de discussie gevolgd. Wij zijn natuurlijk ook blij met de passie waarin morgen dit amendement naar voren brengt. Gelukkig kan dat. Maar wij willen er wel op wijzen dat als wij met dit amendement mee zouden gaan, dat dit een enorme vertraging betekent. En dat betekent een vertraging voor alle scholen. En dat is wat wij niet voorstaan. En dan ga ik mee met de woorden van mevrouw Visser en meneer Droog. Dat we echt aan de slag moeten. Voorzitter, ter interruptie. Zou mevrouw Buwalda mij kunnen uitleggen waarom er voor alle scholen zo'n enorme vertraging zou optreden als we dit onderzoekje doen en over pakweg 3 maanden daar met een uitslag zouden komen? Mevrouw Buwalda. Ja, dat kan ik, omdat als we net naar de wethouder hebben geluisterd, dan is een onderzoek dus misschien 3 maanden, misschien 3 tot 6 maanden. Maar daarna moeten er ook nog allerlei werkzaamheden worden verricht. En dan ben je zeker 3 tot 5 jaar verder. En dat betekent de vertraging. Nee, maar ik stel de vraag niet over deze school. Ik stel de vraag over, u zegt alle scholen. Vertraging voor alle scholen. En dat Op het moment dat nu een onderzoek wordt gedaan. Op het moment dat er nu een onderzoek wordt gedaan, dan betekent dat de Mariaschool niet verder gaat. Dan betekent dat het hele IHP een vertraging oplevert. Ja, maar dat is 3 maanden. Meneer Zellemaker. In mijn beleving niet. In deze plaats spreekt u via de voorzitter. Okay. En dan krijgt u het woord. En ik denk, ik wil ook voorkomen dat we nu een hele discussie met allemaal vragen krijgen. Nee, maar ik begrijp dat gedeelte gewoon niet. Waarom alles zo heel veel vertraging zou oplopen als we een onderzoek doen voor 3 maanden? Ik denk dat het uw laatste vraag is en dat mevrouw Buwalda daar nu antwoord geeft. Ja. Nou, als ik de wethouder goed heb begrepen, dan betekent dat er als er een onderzoek wordt gedaan en het onderzoek het is haalbaar, dan betekent dat er ook een bestemmingswijziging moet plaatsvinden. En daarmee vertraagt het hele IAP, want we zouden starten met de Maria Bernadette School. Dus dan vertraagt alles en dat is wat ik heb begrepen. En daarom heb ik dat gezegd. Oké. Okay. Helder. Dat was het. Dank u wel, mevrouw Buwalda. Dan gaan we naar de fractie van GroenLinks, de heer Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij kunnen ons eigenlijk wel aansluiten bij de woorden van mevrouw Visser. Wij hebben de schoolbesturen ook goed gehoord. En we vinden toch dat zij echt wel samen met alle andere partijen, zoals eerder gezegd, echt flink water bij de wijn hebben gedaan. En gewoon samen met elkaar een mooi IEP hebben neergezet. Wij hadden misschien nog mee willen stemmen met het amendement. Op het moment dat inderdaad de uitkomst van het korte onderzoek zou kunnen zijn dat de uitvoering niet heel veel vertraging geeft. Maar als ik nu de wethouder hoor dat niet zo is, letterlijk antwoord op mijn vraag, dan kunnen wij toch ook niet mee instemmen met dit onderzoek. Want dat onderzoek heeft dan geen zin, want als de uitkomst is, de uitkomst kan alleen maar zijn of het is niet haalbaar, voorzitter. Of het is wel haalbaar, maar het kost 5 jaar vertraging. Meneer, nou, dat is voor ons allebei geen optie. Voorzitter, dit is als dit, als dat, als zus, als dit de uitkomst is. Ik bedoel, als ik van tevoren wist wat de uitkomst van het onderzoek was, dan hoefden we geen onderzoek uit te voeren. Ik bedoel, ik vind dit
Ja, maar goed, de heer Huisman mag zijn standpunt hebben, maar dit heeft natuurlijk niets met het onderzoek zelf te maken. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van het... Meneer Huisman, voor uw geld, via de voorzitter. Ja, sorry, ja. U heeft het woord. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Of het is niet haalbaar, of het is wel haalbaar en het kan ook snel geregeld worden, of het is wel haalbaar en het gaat heel lang duren. Ik heb letterlijk aan de wethouder gevraagd, is het mogelijk dat er een uitkomst is dat het wel haalbaar is en snel kan? Ik krijg het antwoord nee. Daarmee is voor ons ook het onderzoek niet nodig. Want als de uitkomst is, ja, het is wel mogelijk, maar het duurt lang, is het voor ons geen optie. Want we moeten niet nog die 5 jaar moeten wachten. Dus als er geen uitkomst uit het onderzoek mogelijk is waar wij ons in kunnen vinden, is wat ons betreft ook het onderzoek niet nodig. Okay. Dank u wel. Hart voor medeblikken. De heer Berlijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even ter herinnering, dat oude IAP, dat kwam uit 2017 en dat was veel te ambitieus. Het is ondertussen 2022. En de gemeente die heeft in harmonie met de schoolbesturen dit IAP opgesteld. Daar zijn wij ook gewoon heel blij mee. Nu gaan wij dus over, niet met, maar over de schoolbesturen gaan we een besluit nemen. En ik dacht dat de partij morgen altijd een partij is die samen met de betrokkenen een besluit neemt. Dus ik vind het jammer dat ze dan dat nu dan niet doen. Voorzitter. Wie zegt dat wij dat niet zouden doen? Wij willen gewoon een onderzoekje. En als daaruit zou blijken dat hier mogelijkheden zijn, dan is dat het moment om met schoolbesturen te overleggen. Ik bedoel, we gaan toch niet voor, dan krijgen we hetzelfde verhaal als de heer Huisman. Dan gaan we van tevoren overleggen over, misschien komt dit eruit, misschien komt dat eruit, misschien komt zus eruit. Ik bedoel, daar kan je toch verder niet over overleggen. Meneer Berlijn. Dank u wel. Ja, u zei... Nog een interruptie, voorzitter. Maar als ik eerst mag reageren op de interruptie... Dan... Dat lijkt me verstandig. Dat meneer Berlijn even reageert en dat we dan kijken of u nog een interruptie heeft, meneer Berlijn. Dank u wel. Ja, de heer Zeilenmaker die zei echt net letterlijk, ja, wat de schoolbestuur vindt, dat weet ik niet. Maar wij beslissen hierover. Ja, dat klinkt toch een beetje echt elitair. En, daar, wanneer heb ik dat gezegd? Ik denk in uw eerste of in eerste halve termijn. In een van die eerste termijnen had u het gezegd. We hebben het letterlijk opgeschreven. En ik vind dat jammer. Meneer Berlijn, volgt u uw betoog? Ja, dank u wel. En mocht u nou in één keer aangeven van, hey, dit stond toch anders in het coalitieakkoord, en dan had ik u wel de tip gegeven misschien iets beter te onderhandelen, dat het wel duidelijk stond. Maar daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Berlijn. Dan is tot slot het woord aan de voorzitter. Ja, ik zou de mening nog geven. Ja, ik vroeg net of u uw tweede termijn had gedaan. Toen zei u ja. Maar dan krijgt u het woord. Meneer Stam. Ik dacht dat ik na de schorsing daar iets over mocht zeggen, maar dat maakt verder ook niet zoveel uit. Nou, in ieder geval dat we dat IHP en alles wat daarmee te maken heeft en het amendement belangrijk vinden, blijkt wel uit de tijd die we er aan besteden en die we er in ieder geval in de afgelopen dagen aan besteed hebben. We hebben gepoogd om alles op een rijtje te krijgen. Onderzoek wel, onderzoek niet. En uiteindelijk is het standpunt van de VVD dat we dat amendement niet gaan steunen. Want er zijn een aantal aspecten daarin die van belang zijn. Een onderzoekje, hebben we net in de schorsing ook kunnen horen, dat kan je best regelen binnen 3-4 maanden. Maar dan? Dan gaat het spel op de wagen en dan gaat het gebeuren. En ook als je kijkt naar de mogelijke inrichtingen van, dan gaat dat ruimtetechnisch gewoon problemen geven. Ons uitgangspunt was, we willen best daarna kijken naar dat amendement, maar het mag voor de schoolbesturen uiteindelijk niet weer een vertragende werking hebben van, en een vertragende werking 3 maanden, dat had prima geweest, maar niet een vertragende werking van weer een jaar of minimaal 1, 2 of nog langer. Dus die herontwikkeling die gaat enorm veel tijd kosten. Nou, de kosten, meneer Droog, daar zijn wij ook voor. Daar hebben wij ook naar geluisterd. Want dat het uiteindelijk meer gaat kosten, daar zijn we ook wel van overtuigd. Die vertraging is belangrijk. Nou, over het onderzoek heb ik gehad. Een interruptie, voorzitter. Ja, meneer Droog. Als meneer Stam wil, dan kan ik mijn hele onderbouwing nog wel geven, hoor.
Maar laat ik even aan u. Ik zei dat ik het met u eens was, dat we dat onderschrijven. Dat dus, meneer Stam, vervolgt uw betoog. En de beloning voor de schoolbestuur is eigenlijk ook het IAP wat er ligt. En ja, ik denk dat wat dat betreft het IAP zoals het er ligt, zoals, ja, dat gaan wij, dat onderschrijven wij. Dank u wel. Meneer Zeilenmaker, u heeft als laatste aan het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb wel het idee dat nu de discussie over het IAP zelf door dit amendement heen loopt. Maar als we dat straks nog weer een keer apart moeten gaan doen, dan weet ik niet hoeveel tijd u heeft. Maar dat maakt niet uit. Een paar dingen, voorzitter, die nog niet gezegd zijn. Want als we het over financiën hebben, dan praten we over, ook bijvoorbeeld over de twee woningbouwlocaties. Daar is het nu helemaal niet over gehad. Hebben we het niet over gehad. Die vrijkomen als die twee scholen samen zouden gaan in een gebouw. Of in twee gebouwen tegen elkaar aan of wat dan ook. Waar natuurlijk enorm. Ter interruptie, voorzitter. Meneer Huisman van GroenLinks. We hebben volgens mij net van u begrepen dat de plannen waar we het over hebben gehad op de achtergrond sowieso gaan plaatsvinden als akkoord is. En ook dan komt daar gewoon een woningbouwlocatie vrij. Dus dan maakt het denk ik niet zoveel uit of het nou per se op de plek van de scholen is waar ze nu staan. Of op de plek waar u misschien de scholen zou willen hebben. Ook die plek komt dan nu gewoon straks vrij voor een woningbouwlocatie. Dus ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt. Dank u wel. Dat zou heel dom zijn om daar een woningbouwlocatie van te maken. Want dit is denk ik het eerste jaar, althans ik heb er nog niks over gehoord, maar dat kan nog komen bij de begroting. Dit zou het eerste jaar zijn dat er niet gesproken wordt over dat we de mogelijkheid open moeten houden voor een bovenbouw bij de dijk. Dus het zou dom zijn, denk ik, als we daar een woningbouwlocatie van zouden maken. Maar goed, die is voor rekening van de heer Huisman. Maar daar zullen we dan wellicht later nog een keer met elkaar over praten. Ik heb het over de twee woningbouwlocaties die vrijkomen als de Meridiaan en de Jozefschool van hun huidige plek weg zouden gaan. En dat heeft natuurlijk ook best, zou dat een hele mooie locatie zijn waar je heel snel woning kan bouwen. Want het is binnenstedelijk. De provincie die zegt daar snel ja tegen. Ik weet dat de corporatie de woonschakel daar al ook over gesproken heeft met de twee initiatiefnemers. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, goed, daar hoeven we het niet meer over te hebben als u tegen dit amendement, tegen dit onderzoek stemt. Ik was nog wel van plan na de schorsing om eventueel aan te geven dat ik bereid was om het amendement te wijzigen. Om het onderzoek niet langer dan 3 maanden te laten duren. Maar gehoord de verschillende standpunten, dan denk ik dat het niet zoveel zin heeft om dat verder nog voor te stellen. Maar die mogelijkheid is er wel. Als iemand dat zegt van breng dat alsnog in, dan hoor ik dat graag, voorzitter. Maar ik stel vast dat u het nu ongewijzigd in stemming wil laten brengen. Ja, voor mij is dat dan helder. Dan kunnen we de beraadslaging sluiten en overgaan tot de stemming over beide amendementen. En over het voorstel zelf. En we beginnen met amendement A, het amendement waar u vanavond over gediscussieerd heeft. 1 keer in de 40 jaar krijg je een kans. Wie is voor dit amendement? Dat is de fractie van D66 en de fractie van Morgen en mevrouw Van Lange. Tegen. Dat is de fractie van Hart van Medemblik, de fractie van Gemeentebelangen, de fractie van GroenLinks, de ChristenUnie en de VVD met uitzondering van mevrouw Van Lange, het CDA en het CDA. Ik realiseer me dat u dit eigenlijk altijd doet. U ziet wat mijn gewoonte altijd was geweest. Dus dat, ik maak het direct goed. Ja. Het amendement is verworpen. Kunt u de uitslag? Ja, 7 voor en 21 tegen. Dank u wel. Dan amendement B, vaststellen van het IAP, ingediend door de heer Droog van het CDA.
geef het woord aan de griffier voor de stemming. De stemverklaring, voorzitter. Wie is mijn stemming? Stemverklaring. Ja, de stemverklaring hoort bij een stemming en een aantekening hoort bij niet stemmen. Dus dat, ja. Dus dan stel ik u de vraag. Wenst u stemming over die kandidaat? Ik zit hier ook net, ik moet ook even wennen. Ja. Hey, hier heb ik op gestudeerd vanavond. Ik denk, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Wenst u stemming over dit amendement? Wenst u stemming over dit amendement? Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat dat het amendement is aanvaard. Wenst u een aantekening? Dat is ook niet het geval. Ja. Ik keek al naar u, meneer Mos. Ja. U wenst een aantekening. Als je vroeger ergens een aantekening kreeg, dan was het vaak niet best, maar dit valt wel mee. In dit geval. De fractie van D66 vindt het spijtig dat dit amendement het niet heeft gehaald. Maar wij hadden ons voorgenomen om sowieso voor. Nee. Het was het vorige amendement. Ja, precies. Nee. We hadden ze. Oh. Tenminste, dat neem ik aan. Ja, doet u dat zo even bij het raadvoorstel? Ja. Ik snap dat de orde zo af en toe de hilariteit leidt. Maar als ik meneer Mos mag helpen, we stemmen zo direct nog over het raadvoorstel. Ik neem aan dat we daarover stemmen, tenzij u dat niet wil. En dan kunt u een stemverklaring afgeven of een aantekening. Ja? Het amendement van het CDA van de heer Droog is aanvaard, unaniem. Dan gaan we stemmen over het raadsvoorstel. Wenst iemand stemming? Is niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad conform het voorstel besloten heeft. Wenst iemand aantekening? Meneer Mos van D66. Ja, daar komt u weer, voorzitter. Spijtig dat ons amendement niet heeft gehaald, maar we hadden ons voorgenomen om in ieder geval voor het IHP te stemmen, omdat er heel veel waardevols in staat. Dus wij gaan met spijt naar huis in dat opzicht, maar wij wensen het IHP en de uitvoering daarvan veel succes toe. Dank u wel. Meneer Zeilenmaker, voor morgen. Ja, voorzitter, ongeveer dezelfde bewoordingen. Het blijft in onze ogen een gemiste kans die zich maar één keer in de 40 jaar voordoet. Want we gaan nu een plan vaststellen wat 40 jaar moet gaan lopen. En in die tussentijd wellicht die gelegenheid er niet meer is. Hoewel, als die gelegenheid zich voordoet, dan zal ik die wellicht weer proberen te grijpen. Dank u wel. Daar twijfelen wij niet aan, meneer Zeilenmaker. Zijn er nog andere leden die een aantekening wensen? Meneer Droog van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA is wel erg blij dat de scholen nu eindelijk aan de slag kunnen. En als ik het zo een beetje goed begrijp, zijn we ook erg blij dat we met z'n allen dit IEP gaan vaststellen. Dank u wel. Mevrouw Van Lange van de VVD. Ja, ik vind dat de Raad zich dit onderzoek en deze periode van 3 maanden voor een zo ingrijpend plan, en dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we aan de slag gaan, maar dat kunnen we ook over 3 maanden doen, dat we dat ons niet hadden moeten laten ontnemen. Maar goed, het is gebeurd.